geachte toehoorders, lieve toehoorderessen. Toehoorderessen? Toehoorderessen bestaan niet in Vlaams. Ja, in Frans toch niet? Dams en oms. Geen Frans. In name van geheel de uilenfamilie, een van de grootste families van Vlaanderen, 15 kinders, allemaal knechtenbrokken, vader en moeder uil inbegrepen en nonkel paster, de proost van de uilen erbuiten gelaten. Ja, maar de proost moet toch in een uil noemen. Ja, maar laat ik hem mijn hoofd rust, zeg. Dus, in name van al die uils, uitgerutteld van krot en miserie, uitgezogen en kaal geplumpt tot het punt er vaal en eb geheten van de luzen. Ja, zwieg de kerst om een uil. Dat je respect. Ja, het is goed, zeg ik je. Pardon. In name van heel dat schurftig nest roep ik je allen toe, zeel van damdoeningen, met een heese en schorre stemmen, bevend en krakend van enthousiasme. Welgekomen, welgekomen. Allee, Jaakske, zing een keer een schoolliedje dat de baas het horen. Ja, maar wat moet ik zingen, moeder? Het is winters. Des winters, als het jegent, dan zijn wat is met dat hier? Ah, meneer. Ah, uw bediende heeft gezegd dat wij hier zouden kunnen overnachten. Ik en mijn zoontje, Jaakske. Ja. Kun jij dat betalen? Ja, in feite eigenlijk niet, nee. Maar mijn zoontje gaat zingen voor uw gasten. En zo gaan we het nodige geld vergaren. Des winters als ik wil niet dat mijn gasten lastiggevallen worden. Ja, maar uw bediende, die zei die meneer daar. Welke meneer? Meneer Stekfooien. Oh, meneer Stekfooien. Meneer Stekfooien. Waar is meneer Stekfooien? Meneer Stekfooien, ik weet het niet. Heb jij die gasten hier binnengebracht? Ja, die vrouw kwam vragen of dat haar zoontje een liedje mocht zingen voor de gasten. En dan een rondeke doen. Ik wil niet dat mijn gasten lastiggevallen worden. Oh, het zal hem plezier doen. Het is kerstdag en dat jongetje is blind. Ja, kan ik daaraan doen misschien? Ja, zeg, misschien uit medelijden? Ja, mijn hotel is geen huis voor landlopers. Oh. Anders gaat mijn boerin op de markt verkopen. En nog geen 7x77 jaar. Gij lelijke schobbejak. Oei. Ze gaan vechten. Maar dat is het mij nu toch niet waard. Gij hebt gelijk, vrouwen. Oh, en gij mocht van geluk spreken dat die arme vrouw hier is. Want anders had ik uw druipende kersendomper in bloedworst geslagen. Oh. Kom, vrouwen, ik blijf hier een uur langer in uw dienst. Kom aan. Mijn hotel. Voor die profiteurs. Ik wil dat niet voor die profiteurs. Kom, vrouwen. Het hangt hier binnen vol met lekkere haspen. En we gaan kerstdag vieren op zijn kosten. En niet verschieten als het alarm afgaat. Het is maar een proefalarm. Dank u, meneer Stekfooien. En nu gaan de poppen aan het dansen. Zijn alarm hangt in de gang. Vervloekt bomalarm! Dus niet wachten tot morgen. Volg mij naar de schuilkelder. Kom. Bomalarm. Bomalarm. Wow, kijk hier. Allemaal van die armzalige frekken. Wow, kijk. Hier. Wow, sergeant. En bier. En brood. En aspen. Oh, dit wordt een kerstdag om nooit te vergeten. Oh. Dank u wel, meneer Stekfooien. Waar zit je? Oh,
Ik zie dat je er met mijn hapsen vandoor zit. Langs de waar is hij gegaan? Langs daar? Of langs daar? Haha, ik vind hem wel. Is hij weg? Kom, kom vlug. Kom, vrouw, kom. Kom. Stak voor je. Stak voor je. Ik heb u gezien. Gij hebt Niemendal. Niet zeggen waar langs ik ben. Stak voor je. Waar zit je? Daar? Oh, wacht maar. Vooruit, ouwe vrek. Kom mij maar halen als je kunt. En gaat er beter aan gedaan een paar sarge mee te pakken naar uw kelder. Want in de tijd dat ik dat bomalarm afzet, zijn ze lang dood bevroren. Goed, en nu zult u zien hoe Sint-Niklaas wonderen doet met de drie kindertjes in een kuip. Je weet wel, zo'n vleeskuip waarin de beenhouwers een aspen en een spek te zouten leggen. Wel nu, Soje, de menseneter, heeft ook zo'n kuip. En Soje is een schuwe piet, een eerste klasse schurk. En bozer dan een Turk. En hij woont hier, waar dat ik hier nu zit. Oei. Ik denk dat hij komt. Ik maak mij uit de voeten. Boer! Boer! Ah, mensen. Ik heb honger. Reuzenhonger. Ik zou wel een paard kunnen verslinden. Zijn hier ergens mensen te vinden? Ah! Heel de zaal vol met mensenkinderen. Lekker, zeg. Ik ruik mensenvlees. Ah, hoort het? Ze kloppen al. Ik zal eerst eens loeren door het sleutelgat. Drie kinderen. Wacht, ik kom. Grote man met het groot mes, we komen van kaas en brood op Sint-Machiels en we zoeken de weg naar de poppenspel en al de kinderen zijn er al. Kinderen, dat is mijn lievelingskost. Ja, in Sint-Niklaasfeest. Ja, Sint-Niklaas. Wel onnozele kinderen toch. Ik zal u de weg tonen en je zult eten krijgen. Maar eerst moet een beetje werken, begrepen? Kom eens hier. Jacques, kom eens hier. Gij bent de sterkste van de drie. In mijn kelder staat er een kuip. Een vleeskuip. Ik wil dat je ze haalt en naar boven brengt. Ja, maar waar is uw kelder? Daar is mijn kelder. Wat is dat, een donker hol? Bang, grote mond. Is hij diep? Nee. 100 treden maar. Kom, Jaak, we gaan de kuip halen. Ja, maar ik blijf er niet alleen. Ik ga mee. Ja, ga maar alle drie. Ze zitten als muizen in de val. Ik heb ze maar te grijpen. Die domoren. Ze zitten in Soje's klauwen. En nu de handen uit de mouwen. Ik ga mijn mes wat bijslijpen.